En we zijn live. Jawel, HelloFresh bestaat 10 jaar en dat is een reden om een goed kookfeestje te houden. Dus de komende 40 à 45 minuten ga ik live koken. Ik doe dat niet alleen, want Julie is er ook bij. Zij is receptontwikkelaarster bij HelloFresh. En als je wil weten wat dat inhoudt, gewoon blijven kijken. Ik hoop dat jullie klaar zijn om samen met ons te koken. Wij moeten nog één ding doen, hè? Handen wassen. Tot zo! Heel belangrijk, handen wassen. Ik weet nog vroeger als ik klein was dat mijn mama mij echt moest dwingen om mijn handen te wassen. Soms komen mijn kinderen van school met zwarte handen en dan zeg ik, je moet je handen wassen. En dan doen ze zo, nee, ze zijn niet vuil, ze zijn niet vuil. En dan lekker met de handen in de kookpotten. Maar ze zeggen, zand schuurt de maag, hè. Mooi gezegd. Julie, super tof dat jij erbij bent. Ja, heel leuk. Want jij bent eigenlijk een beetje HelloFresh, hè. Ja, wij zijn het brein achter de recepten, hè, samen met een groot team. Ja, receptontwikkelaar, dat wil zeggen dat jij alles verzint en uittest. En uiteindelijk belandt het dan via een box en een receptenkaart op ons bord. Dat is fantastisch. Yes, dat klopt. En jij gaat mij ook begeleiden om het volgende gerecht te maken. De mensen thuis hebben zich kunnen inschrijven. Dat is super, super... Ja, tof. Spannend. Dus die gaan gewoon live met ons meekoken. Heel leuk. En als je live meekookt, heel tof. Maak dan de komende 40, 45 minuten een toffe foto. Tag ons, HelloFresh.be, en zet dat op je social media. Want de jarige trakteert en HelloFresh die heeft fantastische cadeaus in petto. Waaronder ook een waardebon van €250 en nog veel meer toffe cadeaus. Maar Julie, ik kan hier wel blijven babbelen. We gaan erin vliegen. Een recept van 40, 45 minuten voor twee personen. Namelijk pilaf met gestoomde kabeljauw. Lekker. Ja, ik hoop het. Dus dan vliegen we erin, Evie. Ja, zeg maar wat ik moet doen. Jij commandeert mij. We zullen een keer kijken. We beginnen altijd met de bouillon te bereiden. Ja, dat heb je al gedaan. Yes, voilà. Oké, even heel simpel. Hoor. Dit is de bouillon. Ik moet toegeven, toen ik de eerste keer dat zag staan van... bereid de bouillon. Dan dacht ik, bereid de bouillon. Dat is dus blijkbaar gewoon water warm maken, bouillonblokje daarin. Klopt. Roeren en het is klaar. Ja, en als je het iets sneller wilt, kun je nog water in de waterkoker al op. Ja, tuurlijk. Dus dat hebben we. En dan... Dan snipperen de kleine rode ui. Alright. Ik stel voor dat jij dat doet, Evie. Waarom? Omdat ik ben wel een keer benieuwd hoe je dat aanpakt. Hoe dat ik een ui snij. Maar ik begin heel van te huilen en dan loopt mijn mascara uit. En ze hebben mij speciaal voor dit kookfeestje mooi geschminkt. Daarvoor heb ik een goede tip. Ik steek altijd heel lichtjes mijn tong uit. En dan gaan de prikkels van de ui naar je tong in plaats van je ogen. Dus ik zou zeggen, test het een keer. Yeah, right. Dat is gewoon een trucje om mij met mijn tong op live op social media. Dat misschien ook, maar we zullen zien. Ja, moet ik dat nu echt uittesten? Moet ik het uittesten? Dat is al mijn eerste vraag aan jullie. Moet ik dat nu echt uittesten om zo... Een minuut, twee minuten? Ja? Ja, en de thuiskijkers ook. Ja, ik vraag het aan jullie. Als zij besloten hebben dat ik het moet doen, dan zal ik het doen. Oké, top. Zullen we hem alvast uit zijn pelletje halen? Oké, ik ben eens benieuwd. Zal ik dan verder de rode ui, de rode peper? Ik heb ook een goed trucje. Als je de rode peper hebt gesneden, dan moet je eens met je handen in je ogen wrijven. Dat is zeer goed voor de bloedsomloop van je ogen. Zal ik dat ook vragen aan de kijkers? Dat ook vragen. En als er meer dan 10 kijkers zeggen, doen jullie, dan moet je dat doen. Nee, dat is niet waar. Nee, dat doen we niet. Nee, maar het is wel oppassen, hè, met peper altijd. Heb jij mij eens een rode peper? Top. Ja, en een mes. Een grote? Zal ik een klein pakken? Ja, dat is misschien een groot. Ik doe alvast een halfje. Ah ja. Want we zetten er ook altijd een tip bij. De rode peper kan heel pittig zijn. En dan als het gerecht gemaakt wordt met kindjes of families, of mensen die gewoon niet van pittig houden, om die eruit te laten. Ja, en dat is ook zoiets van de zaadlijsten moeten er altijd Ja, klopt. Dat is eigenlijk wat ik nu een beetje aan het doen ben. Is dat echt dat als je die pitjes er zou inlaten, dat dat nog pikanter zou zijn?
Ja, dat klopt wel. Inderdaad. Ja, die pitjes geven echt wel veel pittigheid. Ik heb bijna die halve ui eraf gepeld. Ik hoop dat jullie thuis ook meedoen. Niet vergeten, foto kunnen nemen, ons taggen en posten. Hè? Maak de kans op. Voilà. Oké, zijn er al wat reacties van de kijkers? Moet ik mijn tong uit mijn mond steken? Ja. Oké, dan. Dus hoe is het nu? En dan hoe in kleine massetten snipperen. Dus gewoon hoe dat weet. Toch fout, hè? Ja, inderdaad. Nu ben je halve maandjes aan het doen, maar dat komt wel goed. Ja, dat maakt ook niet zoveel uit, hè? Toch? Nee, ik bedoel, maar nu dat er een camera op staat, ging ik zo kijk te twijfelen aan het koken. Ja, ik ben wel benieuwd, Evie. Ja. Hoeveel gerechtjes heb je ongeveer zo al gemaakt? Oh, oké. Ik moet wel zeggen, mijn vriend die kookt ook regelmatig de gerechten van HelloFresh. Die kan echt goed koken en ik kan heel goed HelloFresh koken. Maar ik denk dat ik nu iets meer dan een jaar echt wel regelmatig HelloFresh kook. 3 maaltijden per week. Leuk. Dus, ja, reken maar uit. En word je comfortabeler dan ook in het koken? Dat je zegt op die manier. Ja, maar ik dankzij HelloFresh. Ah, wel, hè, ik heb echt super. Want gelukkig zijn mijn kinderen wel groot gekomen en zo. Dus ik deed dat niet zo heel slecht. Maar ik heb wel echt leren koken en ook gevarieerd koken. Want daarvoor kookte ik altijd wel met groenten. Maar dat was eigenlijk spinazie en dan een worstje. Spinazie met wat kip. Spinazie met wat vis. Ja. Spaghetti. Ik probeerde eenvoudig vers te koken, maar niet zo gevarieerd. En sinds dat ik HelloFresh kook, heb ik het gevoel dat ik echt kan koken, maar eten we ook elke dag iets anders. Ja, leuk. Je hebt natuurlijk ook keuze tussen nu 33 recepten. Dus. Voilà. En ik mag dat beslissen. Want, allez, ik vraag wel altijd aan de kinderen, in wat hebben jullie zin volgende week? En dan zorg ik wel dat ik dat haal. Wat dat ook is, de dochters van mijn vriend, die zijn vegetarisch. Ja, dus daar heb je dan. Ja, en ook de ene week, want ik heb co-ouderschap over mijn kinderen. Dus de ene week hebben wij 6 mensen in huis en de andere week 2. En dat vind ik ook zo handig aan HelloFresh. Ja, dat kun je dan gewoon aanpassen. Ja. Maar we gaan hier veel te veel titteren, denk ik. Hè? Oh, tipkijker en niet door je neus ademen, uitsnijden. Ik heb eigenlijk heel dat getitterd. Ja, als in soms zie je toch wel dat ze zo'n wasknijper op je neus ook zetten. Misschien bedoelen de kijkers dat. Ja. Nu, in elk geval, volgens mij is heel veel babbelen is dat ook heel goed, want ik heb geen traande ogen. Extra tip. Heel blij dat het gelukt is. Wat nu? De knoflookpersen. Ah, ja. Persen snijden wat je liefst. Wat denk je? Minste werk? Ja, ik zou dan ook wel voor persen toch kiezen. Yes. Voilà, alsjeblieft. Ja. Hier kijken, de gemberfijn raspen. Als je mij eens de gember geeft, dan kan ik dan mag jij dat doen, want dat is altijd tricky. Ah ja, mijn vraag. Doe je dat velletje eraf of niet? Het is een beetje afhankelijk van welk recept dat we het gebruiken. Maar hier staat er ook bijhorend een tip dat je de gember niet moet schillen. Zodat je hem echt gewoon heel fijn rast. En die fijne schilletjes maken het verschil daar niet. Dus ik ga gewoon 2 centimeter, want dat staat aangeduid. Ongeveer. Voor de mensen die nu pas kijken. Sorry. Hallo, ik ben Evie, dit is Julie. En we zijn hier live aan het koken omdat HelloFresh 10 jaar bestaat. En we maken pilaf met gestoomde kabeljauw, met basmati rijst, paprika en spinazie. Ik denk dat het wel een beetje een pittig gerechtje wordt, want er is hier al peper gesneden. Ajaan, en wat zei je nu nog? En wat gember? Wat gemberraspen, eigenlijk goede smaakmakers voor uw visje en uw rijst, uw pilaf op smaak te maken. Okay. Zeg Julie. Ja? 10 jaar HelloFresh. Wat is er op die 10 jaar al veranderd? Want ik denk dat jij bent nog te jong om 10 jaar bij HelloFresh te werken. Dat is waar, inderdaad. ik werk nu 1 jaartje bij HelloFresh. Dus helemaal fresh. Maar ja, eigenlijk superleuk om te horen. HelloFresh is ooit gestart met een heel, heel klein teampje. Zij kochten de boodschappen op de markt. Dan werd dat gewoon thuis of op kantoor afgeprint, de receptkaart. Dus we hadden nog geen editingteam. Ah, ja. En zij maken ook wel een groot deel uit van de receptkaarten en gewoon van de box te krijgen en dan ging ze gewoon met zo'n gezellige bakfiets gaan ronddringen bij de mensen. Ook weinig keuze, een stuk of
3 receptjes. En op 10 jaar is dat dan zo uitgegroeid tot een bedrijf waar iedereen gewoon lekker en vers mee kan eten. Ja, dat is inderdaad. Zeg, en jij bent receptontwikkelaar. Ik zou heel graag met u verder babbelen, maar ik heb zo het gevoel dat wij te veel tetteren. Ja, wij moeten nog de roomboter verhitten in de hapjespan die hier naast mij staat. Ja, oké. Okay. Oh, dan beginnen we al echt met koken. Dan beginnen we met koken. De, ja, de smaakmakers. Een klein vraagje. Ja. Pilaf, dat klinkt niet echt Vlaams. Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk een rijstbijgerecht uit het Midden-Oosten. Ah, ja. En ja, tegenwoordig serveren ze daar een stukje vis of vlees bij. Dus op deze manier. Ja, maar dat vind ik ook wel tof, want dat is echt bij HelloFresh. Je hebt echt Vlaamse klassiekers, ja. Maar je hebt ook echt... Ja, oosters, Libanees... Ja, Italiaans, Spaans, Koreaans. We hebben echt heel veel verschillende cuisines om voldoende variëteit te brengen naar de klant. En wat vind jij dan de lekkerste keuken om te ontwikkelen, persoonlijk? Ja, ik ben en blijf een Bourgondier, dus de Belgische en Franse keuken of de Italiaanse keuken. Maar ik vind de variatie ook wel leuk, om zo gewoon een keer iets Aziatisch te proberen. En is dat dan... is dat ook... Oh, dat piept hier langs alle kanten. Is dat ook wat de mensen het lekkerste vinden? De Belgen dan, bedoel je? Of de Belgen. Ja, wat vinden de Belgen het lekkerst? Ook wel een beetje die keuken. En dan ook de Italiaanse en Aziatische keuken wordt ook wel geapprecieerd. Ja? Ja. Oké, wat moeten we doen? We moeten hier de knoflook... Ja. Nee, de rode ui, de rode peper en de gember. Dus dit plankje mag erin. Dat piept hier de hele tijd. Sorry mensen thuis, het piept een beetje. Ik denk dat dat wel normaal is hoor, inductie. Ja, ja hoor. Oké, okay, ja, dit is niet onze keuken. Wij hebben die voor ons feestje natuurlijk mogen lenen. Dus het is nog een beetje zoeken. Oké. Okay. Doe jij dit plankje er al in? Ja, juf. Woeps. Zeg maar dus, als receptontwikkelaar, hoe ga jij te werk? Ja, wij gaan eigenlijk onze inspiratie halen wij een beetje uit... van alles. Ik ga op zoek in een kookboek, in een tijdschrift, misschien in de wachtzaal bij een tandarts, zodat je iets in een boekje vindt. Ja. En ook dan... door te gaan eten of met vrienden. En kom je dan zo op kantoor bij HelloFresh en zeg je, mannetjes, ik heb een supergoed idee. Ja, en dat idee behoud ik dan. En wanneer dat we dan gaan ontwikkelen, dan denk ik van, dat past misschien wel bij dit recept. Of eerder een beetje op die manier. En staan jullie dan ook te koken in de kantoren? Ja, wij koken... dus eigenlijk gaan wij onze recepten ontwikkelen. Dan gaan wij ze gaan koken. Dus dit laten we gewoon een beetje fruiten. Dat de smaak even zien. Ja, zo ziet het eruit. Voilà. Yes, super. Hoppa. Ruik je die geuren? Ja, maar dat is altijd. Hè. Een beetje knoflook, ui en gember en het... Het ruikt hier al zalig. Super. Nou, jij was bezig. Ja, wacht. Even, ik ga eerst gekeken. De knoflook moet erbij en de currypoeder. All right. Jij misschien. Ja, en dan ook door klantenfeedback is ook heel belangrijk. Dus eigenlijk als wij weten van de klant, dit is minder gewaardeerd of hiervan worden ze echt enthousiast, dan gaan we daarmee ook wel aan de slag tijdens onze ontwikkeling. Ah ja. Want als ik het goed begrijp, jij verzint een gerecht, jij test dat uit, maar dan mogen mensen of testers zo'n panel ook echt proeven. Ja, dat is waar, dat klopt. En niet alleen proeven, het ook zelf klaarmaken. Ja, zeker. Allee, dus wij gaan dat ontwikkelen, wij gaan dat een keer uittesten, we gaan dat dan helemaal klaarzetten en dat gaat dan naar de thuiskoks. De thuiskoks? Ja. En wie zijn dat? Zijn mensen uitgekozen door ons. Maar geen professionals? Nee. Mensen zoals ik? Ja. Om het zo toegankelijk mogelijk ook te maken voor jullie thuis. Ja. En die gaan dus jouw idee nog eens testen? Die gaan het nog een keer testen. En dan krijgen jullie nog eens feedback? Ja, dat klopt. Allee, en op basis van die feedback gaan wij dan aan de slag. Allee. Evie, we hebben iets over het hoofd gezien. Okay. Onze paprika. Wij zijn ook veel te hard aan het titteren. Mag dit er al bij, de wortel? De wortel mag erbij. En dan... mensen, als jullie meevolgen en live koken... Misschien zijn jullie wel perfect volgens plan. Wij doen de wortel er al bij. Wij hadden misschien beter gewoon een drankje gaan doen en een keer wat babbelen over HelloFresh. Ja, maar ja, nu dat jij hier bent, Julie... Ja, dat is waar. Maar het is dus wel zo, dat zei je ook, dat
dat de mensen thuis, want ik zie dat altijd zo, hè, feedback op HelloFresh. Ja. Maar dan denk ik, ja, ik ga toch geen commentaar geven? Die mensen hebben daar zoveel tijd in gestoken. Nee, juist op basis van die feedback. Als mensen het te pittig vinden, mensen vinden het te weinig smaak hebben, mensen missen groentes. Dus eigenlijk op basis van die feedback gaan wij dat dan echt in een teammeeting gaan bespreken. En dan gaan wij daar ook mee aan de slag. Dus als jullie thuis feedback geven, gewoon doen, schaam u niet. Omdat Julie en haar team heeft er wel degelijk iets aan. Want als jij misschien zegt van een beetje meer dit of een beetje meer dat, wie weet zit het de volgende keer dan in verwerkt. Klopt? Ja, dat klopt. Fantastisch. Gooi jij hier een hele paprika in? Het wordt met een beetje minder paprika. Het is niet erg, het is niet erg. Sowieso zit er altijd superveel groenten in HelloFresh. Ja, dat klopt. Dat vind ik echt een goeie. Dit is bijvoorbeeld een caloriebewust receptje. En dan gaan we dus caloriebewuster omgaan. Dus hebben we, er zitten minimum 250 gram groenten in en maximum 700 kilocalorieën. Oké. Okay. Dus mensen hebben de keuze als ze zeggen van ja, we willen daartussen toch een keer iets caloriebewust. Of we kiezen toch voor een hamburger. Ik vind het altijd lekker en het is altijd met veel groenten. Dat is echt zo typisch HelloFresh. Dat is leuk om te horen. Ja, het is de waarheid. Ik ben hier dus in Spiris Gonzales tempo. Ja. Die een paprika aan het snijden, dat hij daarbij kan. Zeg, wat is uw absolute favoriet gerecht van HelloFresh? Ik heb al een... Of zo dat je denkt, hier ben ik echt trots op. Wel, ja. Hetgene wat ik heel, heel lekker vind, is die vegetarische lasagne met courgette en spinazie. Ja, wat is dat hier? Dat is deze, lieve mensen. Ja, oh, heel lekker. Kun je dat zien? Heel smaakvol. Dat is de vegetarische lasagne. Echt aanrader. Met courgette en spinazie en zelfgemaakte roomsaus voor de vegetariërs. Echt, ik heb die ook al een paar keer uitgetest. En het is ook nog eens een favoriet van Julie, dat is ook tof, hè? Ja, wat is uw favoriet, Evie? Oh, ja, ik eet ook heel graag vegetarisch. Maar ik ben altijd zo... ik bestel eigenlijk altijd voor mezelf... Allee, ik probeer er eigenlijk elke week de Indische... curry? Is dat een Indische curry? Nee, de dal? De dal, ja. Met linzen ook en met zoete aardappel. Ja, ja. En met dan dat naambrood. Oh, en dan spinazie. Heerlijk. Zo lekker. Leuk. Dus dat vind ik echt, dat is mijn favoriet. Maar ik moet zeggen... Die is dan vegetarisch, toch? Die is vegetarisch, ja. Maar gisteren moest ik bijvoorbeeld voor mijn kinderen snel iets klaarmaken. En dat vind ik ook zo'n handige, hè. In plaats van ik zal eventjes de rijst al toevoegen. Hè. Al goed, zeg. Al goed dat jij er bent. Dat vind ik ook altijd handig. Als ik vroeger snel iets moest klaarmaken, dan greep ik zo snel naar kant-en-klare maaltijden en zo. Ja, en dan nu heb je waarschijnlijk het gevoel dat je toch kookt. Op, maar... Ja, je kookt ook, maar het is ook veel gezonder. Ja, punt. Ja. Want je weet wat je erin kapt. Het zit niet vol met suiker en vol met zout. Dus dat vind ik altijd heel tof. En ook als ik geen zin heb om te koken en het dan toch doe, iets eenvoudig klaarmaken, dan ben ik altijd trots op mezelf. Oké, ik had geen zin, maar ik heb het toch gedaan. Dat is onze bedoeling, hè, Evie? Ja. Zeg, wacht. Want ik hoop dat de mensen thuis nog kunnen volgen. Laat trouwens eens wat weten. Stuur zeker wat foto's door als jullie meekoken. Tag ons hellofresh.be. Want we hebben ook hele mooie prijzen om weg te geven. Ik vertel jou daar straks meer over. Onder andere trouwens een kerstbox. Dat is ook wel top. Gewoon jouw foto delen op social media. En tag dan HelloFresh.be. En wie weet win jij iets. Ik schenk de bouillon erbij. Ja, doe maar. Voilà. Yes. Ideaal. Dan eens hier kijken als ons vuur goed staat. Ja. Middellaag vuur. Middellaag vuur. 8, 7. 8 is goed, ja. Oké. En dek de pan af. Alright. Dek de pan af. Is er hier een deksel? Yes. Hier. Zal ik dan al even uitleggen wat de mensen kunnen winnen? Ja, dus. Doe alvast. Ik zet een oldschool wekkertje aan voor onze race. Ook een goeie. Ah ja, dat heb ik pas vorige week dus ontdekt. Want ik kook altijd met de receptenkaart. Hè, gewoon oldschool. Maar
ik had mijn receptenkaart iets te snel bij het oud papier gegooid. Ik denk dat mensen dat wel zullen herkennen. Samen in de doos, want dat is ook zo leuk. Het is allemaal recycleerbaar. Ja. En, dus ik zocht toch op mijn telefoon het recept en hoe ik het moest klaarmaken. En toen zei ik dat daar op de telefoon in de app kan je gewoon op een klokje duwen. Wanneer je de rijst laat koken of de pasta laat koken, daar staat letterlijk, oké, 3 minuten. En dan moet je dat gewoon intikken en dan gaat jouw wekker vanzelf af. Dus misschien klink ik nu hopeloos ouderwets, want dat staat er naar het schijnt al lang in. Maar een goede tip, check dat eens op de app, automatisch timertje. Ik wou het even nog hebben over onze prijzen. Mm-hmm. Want je kan winnen als je je foto deelt en ons tagt, HelloFresh.be. Dan kan je boxen winnen, ter waarde van €250 HelloFresh maaltijden. Dus dat is fantastisch. En, wat ook kei tof is, dat ik mag weggeven, zijn kerstboxen. Dus dat is met voor 8 personen. Ja, je kunt bestellen voor 4, 6 en 8, als ik me niet vergis. Ja, een kerstbox. Zowel vegetarisch als met vlees en vis. Dus je kan ook nog eens kiezen. En... Tada! Wacht. Komt totaal niet in beeld. En jawel, zo dan. Zo. Deze schort. En een... Polepo. Mooi, polepo. Kan je ook winnen met HelloFresh. Deze. Voilà, de beste polepels van de stad. En weet je dat je deze makkelijk kan schoonmaken? Ja, want dat vind ik altijd wel zo. Er blijft dan zo van alles aan koeken, vastkoeken. En dan denk ik, dan schuur ik daar wat op. Maar dan gaan die sneller stuk. Ja, wel, ook een tipje. Misschien moet je ook vragen aan de kijkers als zij het ook weten of doen. Is overschot van een citroentje dat je bijvoorbeeld van ons geleverd krijgt. Ja, ja. In een beetje water doen, kokend water. Je pollepel daar laten inzitten. En dan gaat hij gewoon vanzelf schoon worden. Dat is het? Dat is het. Zo simpel als het is. En heb je dat ook uitgevonden of is dat gewoon parate kennis? Dat is parate kennis. Ik ben ondertussen de spinazie wat aan het grof scheuren. Kan ik nog met iets helpen of moet ik gewoon nog eens roeren of zo? Nee, graag. Ik maak een beetje plaats voor misschien hier de kabeljauw droog te deppen. Want die gaan we dan kruiden met peper en zout om daarbij te doen. Oké. Voilà, misschien een beetje mes. Hoe lukt het bij jullie thuis? Ik ben gewoon super benieuwd of jullie thuis mee zijn aan het koken en of dat jullie dan ook nu aan het paneren van de vis beginnen. Ja. Als jullie nog vragen hebben. Ik zie hier een kijker en die vraagt: welk ingrediënt zou je niet meer kunnen missen naast olie, peper en zout? Ik denk sowieso dat... Oké, een goede combinatie is ui en knoflook. Mooi. Want vanaf dat je iets in een pan bereidt en je doet daar ui en knoflook in, dan ruikt heel het huis lekker. Ja. En ik heb ook wel nu geleerd dat ui ook echt voor smaak zorgt. Dus dat... Ja. En dat is ook een groente, Evie. En dat is ook een groente. Telt mee als je groente, tuurlijk. Ja, er zitten veel vitamine in. En dan denk ik... Ja, ik heb nu wel zo eindelijk... Dankzij HelloFresh, verschillende keukens leren maken. Ja. Dus ik durf ook nu weer iets in de oven zetten. Ik heb echt 20 jaar zonder oven gekookt, omdat ik dacht dat dat ingewikkeld en moeilijk was. Nu merk ik dat dat juist heel makkelijk is. Ja. Maar nog een favoriete ingrediënt. Dus knoflook. En... mayonaise, maar dat telt niet. Heerlijke smaakmaker. Nee, maar ik ben gewoon gek van mayonaise. Dat is het. Dat zal altijd een beetje mijn niet guilty pleasure zijn, maar ik lust heel graag mayonaise. Hou je ook van tartaarsaus? Oeh, ja. Wel, in Nederland is dat als ravigotensaus. Hoe? Ravigotensaus. Ravigotensaus? Ja. Dus wij Belgische receptontwikkelaars zijn toch wel blij wanneer we zelfgemaakt tartaarsausje kunnen maken. Wat of... ik
echt merk, is dat er ook de laatste maanden echt zo een revival is van echt Vlaamse gerechten. Want we moeten daar niet gek, niet stom over doen. Ik voelde ook anderhalf jaar geleden dat er heel veel zo zoete ui zat. En dan denk ik, ah, er zit zo nog wel een Nederlands tintje aan. Maar dat is nu echt verdwenen. Er zijn echt Vlaamse klassiekers. Mm-hmm. En gelukkig noemen we het tartaarsaus en niet... Ravigote saus. En wat ik ook een grapje vind, we gaan niet lachen met de Nederlanders, want misschien kijken ze mee, is dat ze dit een hapjespan noemen, ja. En een pot een pan. Ja, dat klopt. Kun jij dat er nog uitkrijgen, Julie? Ja, maar toen ik begon te werken en ik moest een hapjespan nemen, heb ik echt 5 minuten de kast opengetrokken en dacht, een hapjespan, Julie, een hapjespan. Ja, ik had dat met uiteindelijk... neem de pan. Neem je bent, pan, je bent er pot. Wel aan. Nee, neem de pan, dat is een pot. Dus, maar misschien is er nog een klein puntje voor verbetering, speciaal voor de Vlamingen. We zijn er wel mee bezig, hoor. Er zit een heel team achter die vertalingen, om te vervlaamsen, om ook de receptenkaarten echt wel naar de Vlaamse klant of naar de Nederlandse klant. Dus we zijn er mee bezig. All right. Wat nu? Want ik heb die... Een beetje peperzout. Ah ja, ik heb dat hier al helemaal... Zo, getopt. Bij de kanten. En dan denk ik, dit hebben we gedaan. Peperzout. Dan mogen we eigenlijk de... Zeg, zitten we goed op schema, Julie? Want wij zijn nu al over het half uur aan het koken en aan het babbelen. Ja, we zijn een beetje aan het tetteren. Ja, ik hoop wel, want dat is ook zoiets... Dankzij HelloFresh vind ik koken veel gezelliger. Mijn kinderen helpen vaak mee. Oh, dat is echt gezellig. Ja. Ja. En de oudste heeft dat dus echt helemaal zelf een recept klaargemaakt. Wauw, ja. Welk receptje was dat dan? Ja, iets simpel met pasta, maar op 20 minuutjes. Maar wow, ze doen het wel. Zeker. Het is naar de medegroentjes. Want nog een vraag. Wat is nu het verschil tussen zo'n premium recept en een... Een gewoon recept. Ja, gewoon receptje. Ja, een regular receptje. Bij premium gaan we eigenlijk kijken om het proteïnehoeveelheid iets op te hogen. Of misschien wel een dubbele proteïne in te zetten. We gaan proberen werken met hele luxe producten. Dus van Bourgondië? Nee, daarnaast hebben we ook nog de Bourgondische recepten. Okay. En dat is dan meer zo eigenlijk een grote tafel met van alles waar je een beetje kan... Van lekker van proeven. Okay. Een premium gaan we echt de mensen waarde voor een meerwaarde dan ze betalen, gaan we dat ook echt wel proberen laten overkomen. Zoals bijvoorbeeld wat een eetbare viooltjes, ondanks een receptje. Of hele grote garnalen van goede kwaliteit. Maar dat vind ik wel een goede tip, want ik merk ook bij mezelf dat ik altijd... wel blijf hangen bij dezelfde gerechten. Ja. En dat je dan zo niet meer gaat scrollen naar wat kan ik nog. Ja. Maar dat is wel goed dat je dit zegt. En misschien ook voor de mensen thuis. Van durf eens af te wijken van je normale smaak. Probeer het eens uit. Scroll een beetje. En test eens nieuwe dingen uit. Wat meer vegetarisch. Of wat meer vis. Enfin, meer dan 30 gerechten per week om uit te kiezen. Dus keuze genoeg, hè, om af en toe eens iets te veranderen. Ja. Julie, moet ik nog iets doen? Wel, ik ben een keer aan het kijken. We hebben de spinazie toegevoegd op peper en zout. Ja. En eigenlijk, wat zegt mijn klokje daar? Als je op mijn gsm kijkt. Oh ja. Klokje, 3 minuten. Drie minuten twaalf. Ja. Ja, ik... 3 minuutjes. Laten we heel eventjes... Hé, maar dit is handig. Want ik moet gewoon daar de dingen op leggen. Ja, dat is gewoon een eenpansgerecht. Oh. Je laat je visjes stomen. I love eenpansgerechten. Ik ben altijd degene die dat afpast thuis. Ja, dat is ook wel waar. Ja. Toch? Gewoon gemakkelijk. En ook die smaken gaan dan lekker in dat visje komen. Ja. Super tof. Even laten zien. Hoe ver staan jullie thuis al? Let us know. See. Voilà, zal ik eventjes het tekstje nog op. En dan kunnen we het visje erin leggen. En dan moeten we de vis nog 8 minuutjes zachtjes laten stomen. Of tot als ze gaar zijn. Ja, wij zetten daar wel een tijd op. Maar ja, een goede kok proeft. En ze proef je een keer en denk je, je visje is klaar. Ja, maar stel ook altijd toch... zo. En breng op smaak naar... Breng,
Met peper en zout naar smaak. Op smaak, maar ja. Zodat je zelf kunt kiezen. Voilà. Vind ik altijd tricky dat je tricky? Zelf... Ja. Waar heb je het moeilijkst mee? Nee, veel zout of weinig zout, maar uiteindelijk doe ik altijd een beetje en dan zet ik gewoon het zout en de peper mee op tafel. En dan kunnen de mensen opgelost. Kiezen. Opgelost, supergoed. Ja. Ja. Krijg je een vraag van de kijker binnen? Ben je meer vegetarisch gaan eten met HelloFresh, Evi? Ja. Vooral omdat ik nu tenminste keuze heb. Ja. En ik raak geïnspireerd door de gerechten van HelloFresh. Anders zou ik bijvoorbeeld niet aan zo'n Indische daal durven beginnen. Ja. Hoe begin je daaraan? Eergisteren heb ik nog halloumi gemaakt voor de eerste keer. Leuk. Ja, met puree en met aardpeer. Aardpeer echt ook nog nooit gemaakt. Was super lekker. De kinderen vonden dat ook echt heel lekker. Leuk. Het is eigenlijk een vergeten groente, hè, de aardpeer. Ah ja, voilà. Ja. Dus en vergeten groente en halloumi. En dan denk ik, ah, wauw, oké, weer iets nieuws geleerd. Soms ook echt vegan. Dus ik ben zeker... vaker vegetarisch beginnen koken en ook veel beter beginnen koken in het algemeen. Ja. Moet ik ook toegeven. Wij zien dat ook wel hoor bij de klanten, dat ze veel meer vragen hebben naar vegetarische recepten. En is dat een uitdaging voor jou of vind je dat wel een goede trend? Ik vind het wel een goede trend. Ik denk dat balans altijd ook in de smaak valt bij de klanten. Een beetje vis, een beetje vlees. Maar vegetariërs een keer die vis of vlees laten, denk ik wel een goede keuze. Ja. En dan gaan wij ook proberen om iets meer vegetarische recepten op het menu te zetten. Ja. De menuplanner doet dat dan. Ja. Merk je dat al op een jaar tijd dat jij bij HelloFresh werkt, dat wel echt dat mensen... Ja, ja. Hoor. Ja, zeker. Oh, wow. Hoor. Dus dat is goed. Ja, dat is wel goed ook om te horen dat je dat ook zegt. Ja, ja. Oké, cool. Jullie kunnen nog altijd fantastische prijzen winnen, namelijk een box of boxen van HelloFresh ter waarde van €250. Hoeveel maaltijden zijn dat? Yes. Heel veel weken HelloFresh. Dus dat wil zeggen, heel veel weken gewoon rust. Niet meer hoeven nadenken wat je moet koken, wat je moet kopen. En altijd lekker en gevarieerd eten. Mm-hmm. Dus dat is al een heel toffe prijs. Dan een kerstbox. Kan je ook nog winnen. Voor 8 personen, zowel vegetarisch als met vlees of vis. En deze fantastische mooie schort met een pollepel. Super exclusief van HelloFresh. Dan kun je nog beter koken. Voilà. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een foto van jezelf nemen. Nu, als je bent aan het koken, samen met ons. En, dan, en die posten op jouw social media en ons taggen HelloFresh @HelloFresh.be. En wie weet win jij een van die fantastische prijzen. Zie, voilà. Dat vind ik dus handig. Dus die vis ligt daar gewoon op te stomen eigenlijk. Ja, ik zet nog een keer een wekkertje aan. Ja. Wie was zegt het receptje? Dat weet ik niet. 8 of 10 minuten. Ja. Oké. Ik begin dan een keer met 8 en dan kunnen we kijken wat dat vis zegt. Ja. Hebben we eigenlijk nog tijd? Want ik zie plots... Oké, we hebben nog 24 minuten de tijd. Oh, ja, dat raken we wel hoor. Dat raken we zeker. Ja, hoe laat is het nu dan? Hoe doen we dat? Even kijken. Oké, cool. Ja? Wat kunnen we nog doen? Snijd ondertussen de krulpieterselie fijn. Ja. Vind je het leuk om dat te doen? Is dat al niet... wat ik altijd doe, ik heb van mijn mama geleerd, dat ze dat in een glas doen en dan knippen. Heb je dat al eens gezien in je leven? Ja, inderdaad. Wij doen dat gewoon niet bij HelloFresh, maar wel als je daar vindt. Wacht, ik zal dit even opdrinken en afspoelen. Sorry. Ja. Ik denk dat onze klok een beetje fout staat. Want wij dachten dat het nog 24 minuten was, maar ik denk dat wij zijn begonnen om iets over te doen. Ja. 40 à 45 minuten. Maar almost there. Het is geen wedstrijd en ik denk niet dat jullie thuis zo hard staan te titteren als wij. Maar hebben wij een schaar? Dat is ook zoiets. Een schaar. Ik denk dat we het misschien dan eerder op de old-fashioned way moeten doen. En, Kijk, even uitleggen. Je hebt een glas, je stopt daar je peterselie in, of ook je basilicum als je dat wilt versnipperen, en je knipt met je schaar daar de hele tijd in en dan krijg je een potje met versnipperde... Peterselie of wat je ook wil.
Wel goed idee. Als je ooit ziet staan op de receptenkaart, Evie, dan weet je dat dat een tip van jou is. Hè? Ja, schrijf er dan bij, tip van Evie. Ja, tip van Evie. Nu zijn alle mensen echt aan het hopen thuis dat ik in mijn vingers snijd. Ik maak juist een sudalepeltje. Ja, yes. Alsjeblieft. Ik zal de kruidenolie maken. Ja. Je bent daarvoor al de fresh herb aan het... Ah, oké. Okay. Dus dat is die... Ja. Voilà. Mijn... Ik krijg je nog een vraag. Houden je kids ook van vegetarisch? Ja. Want het leuke is dat ik... sowieso de twee dochters van mijn vriend... Die zijn vegetarisch, maar mijn twee jongens van 11 en 12, die houden ook al van vegetarisch. Omdat kinderen, die zijn niet zo bezig met, zit er vlees of vis of is het vegetarisch bij het gerecht. Want die willen gewoon dat het lekker is. Ja, leuk om te horen. En dat is nu echt waar. Mijn kinderen eten gewoon mee wat de pot schaft. Ze mogen wel een beetje mee kiezen, want dat is ook het toffe op voorhand. Wat we gaan eten. Maar ja, ze vinden dat eigenlijk altijd lekker. En het grappige is, als ze vragen, mama, wat gaan we eten? Dan zeg ik, ja, kak met pies. Zeg ik altijd. En dan zeggen ze, nee. En dan zeg ik, ja, hello fresh. Ah ja, oké. Okay. En dus ik vind dat wel heel goed om je kinderen zoveel mogelijk te laten eten. Dus voilà. Dus ja, die eten zeker heel graag vegetarisch mee. Niet bang zijn thuis. Ze zijn ook om je kinderen vegetarisch af en toe te laten eten, want... Gisteren ook weer een pasta gemaakt. Super lekker met veel groenten. En er zit daar geen vlees of geen vis bij. En ze vinden dat gewoon lekker. Ja, dat is heel leuk om te horen. Ja, daarvoor doen we het ook. Omdat soms vegetarische receptjes zeggen we ook inderdaad van de kindjes. Maar dat krijgen we ook wel vaak terug, hoor. Dat enorm geapprecieerd wordt. Ja, ja. Keigoed. Julie, welke recepten van jou krijgen we binnenkort in de box? Natuurlijk, want nu weten jullie wie Julie is. Tada! Dat is wel... Nu weten de mensen thuis, ja. Dus als het niet goed is, dan moet het niet op mij steken, maar op Julie. Binnenkort in de box... Doet er al bij? Ja, dat mag er zeker bij. En dan een keer goed roeren, dat alle smaakjes. Okay. En dan wachten we eigenlijk gewoon op het visje. Is goed? Ja. Binnenkort in de box. Binnenkort in de box. Moet ik hier goed nadenken. Hè. Dus soms komen we het niet altijd bij. Vorige week zat de Shepherd's Pie in de box. Die was ook goed. Oh, leuk. Met zo'n bladerdeegje. Met lamsgehakt. Ja, met lamsgehakt en een pureetje. Ja, ovenschotel. Nu zijn we ook aan het ontwikkelen. Komt er een... Een premium receptje met een langgehaarde aubergine. Met aubergine? Ja, zo'n langgehaarde aubergine met granaatappelpitjes, yoghurt, met een Oosterse kruiden. Ook vegetarisch? Dat klinkt nu al kei lekker. Nee, het is met lams gehakt. Ja. Dan doe ik dat eruit of zo. Of zo. Verder zit er om de zoveel weken een keer een nieuw receptje in. En dat wisselt dan af. Dus dat is wel heel leuk. Ja, zeker. Oké, wat heb ik nu? Dat is de... Nu heb je eigenlijk een kruidenolietje gemaakt. Dus de smaak van de olie, peper en zout zijn in die peterselie. Ja. En dan gaan we dat dan op het einde op visje doen. Lekker afwerken. Ah, hier een kijkersvraag. Dat is ook wel een goeie. Wat vinden jullie niet lekker? Wat vinden jullie niet lekker? Ik eerst? Vind je niet lekker? Huh. Damn. Had je niet zien aankomen? Nee, dat had ik niet zien aankomen. Oh, dat kan toch niet dat ik alles lekker vind? Moet toch iets zijn? Nee. Iets van groente? Oké, ik mag heel eerlijk zijn. Ik heb het niet zo met runds en varkens gehakt en zo. Oh ja? Ik vind dat niet zo lekker en ik kan dat ook niet zo goed verdragen, merk ik. Ja. Dat is heel persoonlijk, maar ik mag eerlijk zijn. Hè? Zeker. Dus ik probeer dat te vermijden en ik probeer eigenlijk ook vlees te vermijden. Mm-hmm. Maar mijn vriend eet dat wel heel graag en mijn kinderen eten natuurlijk ook wel eens graag gehakt. Ja. Dus dat passeert wel en dan ben ik wel heel blij dat HelloFresh zo spaarzaam is met vlees. Ja. Want dat vind ik wel een goeie, dat zelfs als je een vleesgerecht pakt, dat het altijd meer groenten zijn dan vlees. Ja. Ik weet dat mensen daaraan moeten wennen, maar minder vlees eten is echt beter. Voilà.
En laat die reacties maar komen. Wat is dat zo? Ik ga eerst zo een klein beetje water toevoegen. Ja, en jij, Julie? Want jij... Oh, lekker. Klein beetje... Ja, wat even vind jij echt niet lekker? Wat ik niet zo van hou, niet lekker vinden, is misschien een groot woord, maar jackfruit. Wat is dat? Dat is ook een vleesvervanger. Ja? Dat is eigenlijk een vrucht. En het lijkt een beetje op pulled chicken, pulled pork. Dus eigenlijk kun je het wel makkelijk verbergen, moest je ooit een keer aan je kindjes zeggen. Ze zou het niet meteen merken, maar die smaak is toch gewoon niet zo voor mij. Ah, oké. Okay. Maar ik vind het wel een hele leuke om te verwerken in recepten. Oh, maar dat klopt toch niet, want je vindt het niet lekker? Ja, maar als in het is zo wel verborgen. Het lijkt op pulled chicken, pulled pork. Je mengt het in een recept en het lijkt niet dat je een vleesvervanger aan het eten bent. Oké, en dat vind je dan wel top? Dat vind ik wel leuk. Ja, oké. Dat je niet per se tofu of zo aan het eten bent, maar jackfruit. Ja, of tofu verwerkt in een wrapje met alles erin. Of tempeh verwerkt in een currytje. Ja, dat vind ik wel leuk op die manier. Dat wel. Ah, maar jackfruit is geen tempeh of tofu? Nee, okay. Is ook een vleesvervanger. Voilà, ik leer weer al bij. Oké. Okay. Ja, hoe lang zegt ons timertje nog? Ik denk dat de timer zegt... Nog één. Echt waar. Nul. Klaar. Jee, leuk. We zijn er. Zalig, oké. Okay. We zitten wel aan stap 6. Serveren. Ja, serveren. En ik denk bordjes? Dat wij trouwens, Julie, perfect binnen de tijd zitten. Ja, ideaal. Op de receptenkaart staat 45 minuten. Het is nu 17:45. Wauw. En kijk, wij hebben Evie. Keihard getetterd. Dat is waar. Zullen we hier wel plaats maken voor de bordjes te zetten? Dan ziet het er wat beter uit. Ik zet het al ineens weg. Ja. Dat doe ik ook altijd thuis. Dat is alles opruimen nog voor ik ga eten. Ideaal, dat lukt eigenlijk wel tussenin, hè? Ja, ik doe dat, maar mijn vriend doet dat bijvoorbeeld niet. Dus als hij heeft gekookt, dan was ik af. Maar dan staat alles nog op zo. Ja. En als ik kook, dan ben ik ondertussen ook eigenlijk aan het afwassen en alles aan het wegzetten. En mijn vriend is nu aan het kijken en die zegt, zeg, dat is allemaal niet waar. Multitasken, hè, Evie? Ah, dat kunnen vrouwen goed, hè. En mannen ook. Zal ik hier voor het potje, zo, ja? Dat hij niet verder kookt. Oké. Okay. Zal ik... Zo. Ja. Oké. Okay. Oeh. Maar nu ben ik toch wel echt benieuwd. Het ziet er superleuk uit. Want dat is ook tof, hè. Kleur op je bord vind ik ook echt belangrijk. Goed, hè. Ja, visje ziet er goed gehaard uit. Dank u wel, Evie. Alsjeblieft. Mogen de final touch niet vergeten, hè? Oh, de kruidenolie? Yes. Oké, die moet er als laatste op. Ja. Kijk eens hoe een tof gerechtje. Zit lachen met mijn West-Vlaams accent? Nee, ik was Sergio Herman aan het nadoen. Dat is een compliment. Oké. Voilà. Kijk eens hoe tof het eruit ziet. Deur. En nu nog... Dank u wel. Kijk zeg. Hey. Ik zou misschien bij de fotostudio kunnen komen werken. Wauw. Kijk. Hoppa, waar kan ik het nou zien? Hoe goed lijkt dit erop? Ideaal. En binnen de tijd. Heel leuk, Evie. En binnen de tijd. Het was zelfs geen wedstrijd. Voilà. Last but not least. Een keer lekker proeven. Lekker proeven. En wat ik jullie ook nog wil zeggen. Dank u. Als je die fantastische prijzen wil winnen. Dus... HelloFresh boxen ter waarde van €250 of kerstboxen voor 8 personen, zowel vegetarisch als met vlees of vis. En een schort en een pollepel, die dingen kan je allemaal winnen. Dan moet je gewoon een foto nemen, nu het nog kan, terwijl je misschien je eigen gerechtje aan het eten bent. En post die op social media en tag HelloFresh.be. En dan, wie weet, win jij wel een fantastische prijs. En nu is het aan ons om te eten. Smakelijk. Smakelijk. Mmm. Oh, goed, hè? Heerlijk. Ja. Proef je ook zo die olie en die peterselie op het einde? Ja, en ook, wat ik ook wel lekker vind, is dat je echt zo die worteltjes proeft. Dat je echt de groentjes proeft. Ja. Zo'n beetje beethaar. Oeh. Ja. Nog wat van dat sausje. Dankjewel om te kijken. Smakelijk eten. Happy birthday, HelloFresh. Dankjewel, zeker. Julie. Met plezier, jij en bedankt. Jullie thuis. Tot de volgende keer. Bye bye.
Lekker, hè? Heel lekker. Ja. Mm. Warm? Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.